Van Cupcoers Chevelle voor wat de sport betreft vertrokken. En de start is gevallen voor 1600 meter. De prijs Equine Vet. En het best vertrokken is La Mironde met Sarah Vermeers meteen aan de leiding. Caradoc in tweede stelling. Aan de binnenzijde volgt dan Saint-Moritz. En die hebben dan een lengtevoorsprong op Sweet City, die vierde komt te liggen aan de binnenzijde, Wilson's Ruby. Tutti die ligt dan zesde met drie kwart lengte voordeel op Katuba. We draaien de Gaverbeek bocht in. Finjans Roos en Biela die volgen dan met Dana Rossa in de start van het veld. Doorheen de Gaverbeek bocht en het is Sarah Vermeers en La Mironde als koploper. Die heeft twee lengte voorsprong op aan de binnenzijde Saint-Moritz. Caradoc die volgt met Sweet City in vierde positie. En die heeft dan een lengte voordeel op Wilson's Ruby in het hart van het peloton. Volgt dan Katuba in de buurt van Wilson's Ruby. Tutti die volgt dan een lengte daarachter en een kloof van een viertal lengte tot bij Finjans Roos. Biela Dana Rosa heeft nog wat werk voor de boeg. En de koploper is nog altijd La Mironde met een en de kwart lengte voorsprong op Caradoc. Nadert hij de bloze bocht. In derde positie hebben we Saint-Moritz. Vierde voor Thierry de Vlaming, Sweet City. We duiken de laatste bocht in en Tutti schuift mee naar voren. Steffen Heilijn die komt opzetten met Tutti. Ook Sweet City wordt wakker geschud wanneer we op 400 meter van huis zitten. Maar La Mironde is die ene die ze moeten kloppen. La Mironde met Sarah Vermeers komt met twee lengte voorsprong de laatste rechte lijn in. Saint-Moritz die krijgt de aanval van Sweet City te verwerken. Caradoc moet de versnelling vinden. Daar is Tutti aan de buitenzijde. Dana Rossa komt dichterbij. Het is een massasprint. En aan de kort is het Wilson's Ruby. En in de laatste 150 meter is het Sweet City met aan de binnenkant Katuba. Sweet City en Katuba als een duivel uit het doosje. Het is Katuba die de lucky last wint. Katuba die wint het voor Sweet City. Tutti is derde. Vierde Wilson's Ruby. Vijfde zien we dan Dana Rossa. Dat zijn de eerste vijf. En Katuba met Stefan Breu. Die wint het voorstel Husky en Niels Lonsot. En de prijs Equine Vet. Die gaat naar Katuba met Stefan Breu.